Een hele goede morgen op deze 6e oktober van het jaar 2022. Leuk dat je er live bent, of misschien kijk je later. Superleuk dat je kijkt. Mijn naam is Ella Liefzing. Ik ben stamping, onafhankelijk stamping-up demonstratrice in Noord-Holland. En vanuit het hele land doen er vaak mensen mee met deze live of met andere dingen die ik organiseer. Laat even weten dat je erbij bent. Ik ga eventjes kijken of de techniek werkt. Of we live zijn, of dat klopt. Oh nee, dat denk ik niet. Zo te zien in ieder geval niet. Of wel? Ik was laatst gisteren natuurlijk in een andere groep live. Staat een multistreaming. Oh, op YouTube ben ik live. Nu nog even op Facebook kijken. Ja hoor, daar is het ook gelukt. Ik dacht even dat ik misschien in de adventgroep was. Dat is weer een ander groepje waar ook van alles in gebeurt. Er komt weer eens een sirene / ambulance voorbij geraast. Hij is wat traag, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat of hij hem pakt. Ik denk dat ik mijn laptop eens moet gaan opschonen. Kom op, ik wil dat ik ook opmerkingen kan zien. Facebook verandert iedere week, lijkt wel, hè, dingen. En dan denk je van, oh, nu werkt het. Ik klik, dubbelklik en dan zie ik mijn scherm en jullie opmerkingen ernaast en dan is het. Maar hij is er wel. Dus goedemorgen Adrie, goedemorgen Ellen. Gezellig dat jullie er zijn. Even kijken of er ook iemand aan de andere kant zit. Hans en Els. Eindelijk contact weer. Ja, ja. Oh Els, stel dat jullie morgen komen. Je bent de hele dag welkom. Maar om 10:30 zit er ook eventjes een paar van de bridge. Die komen even een bakje doen. Dus, maar kijk maar wat je uitkomt. We zien het wel. Dus eindelijk ben je er weer. We zijn allemaal zo lekker op vakantie en dingen. Ik kijk het meest eventjes op Facebook. Maar af en toe volg ik ook YouTube. Of kijk ik het later nog even terug. Ineke is er ook, gezellig meiden. Het was een bewogen week. Het was een drukke week. Ik had afgelopen zaterdag gehad weer de krachtmarathon. Ongelooflijk leuk en gezellig. En goedemorgen Anita, leuk dat je er ook bent. En toen had ik al een beetje zoiets. Nou, het lijf. Op een gegeven moment wordt het toch wat minder. En toen zijn we zondag nog leuk met de kinderen naar de pannenkoekenboot geweest. Als je wat kleinere kinderen hebt, niet heel klein hoor. Die van pannenkoeken houden, ja, het is zelf ook van. Bij Noord, pontje vanaf Centraal Station, de overkant. Of de auto daar parkeren. En dan lekker varen. Uren en kwartier varen. Na 3 kwartier gaat de ballenbak open. Dan allemaal ballen in het ruim. Was erg leuk, nog voor de verjaardag van John voor de kleinkinderen. En toen maandagavond, toen stopte die stemmer zo mee in de loop van de maandag. Maar zondag was het al. Ja, hij is weer terug. Af en toe valt hij misschien een beetje weg. Maar ik ben er weer hoor. Lekker gezongen voor morgen. We gaan er weer voor. Oh ja, beugeltje. Onder is erbij. Eten wordt wel iets lastiger. God, wat zal ik mager vallen worden. Hey, leuk dat jullie er zijn. Gezellig. Ik ga de camera. Ja, ik had een velletje, er zat nog een vlekje op. Ik had gisteren een dag, die had ik hier even geplakt. Van georganiseerd voor Noord-Holland Noord. Ruimteontwikkeling ging voor de toeristische branche. En die met zo'n sticker op. Dus gisteravond zei die meiden: moeten we met stickers oplopen? Nee hoor, dat valt wel mee. Hey, ik ben nog steeds bezig met mijn swaps van backstage. Waardoor ik me laat inspireren. En dit keer was het dit scheurtechniekje. En dat effect vond ik gewoon wel grappig. En ik ga niet met het hondje aan de slag. Ik doe natuurlijk wat anders. Deze is van Kimberly Taylor. Uit Glastonbury. Geen idee waar dat ligt. Jullie misschien wel magneten. Nou, wat lief.
Anita zegt, was een heerlijke dag, wel vermoeiend. Ja, dat klopt. Dat was het voor iedereen, inderdaad. Maar super georganiseerd. Nou, dat horen we graag. Ja, het is natuurlijk wel een dingetje. We hadden een heel relaxed tempo. Maar ja, je bent wel 12 uur achter elkaar met z'n allen. En dat is ook wel een dingetje. Ik ga met deze aan de slag. Maar ja, Ellen zou Ellen niet zijn als ze er natuurlijk wat anders bij doet. Dus ik had net al eventjes in de voorbereiding had ik al een velletje geëmbost. Maar ik dacht, nee, dat ga ik juist anders doen. Want ik had deze als voorbeeld gemaakt. En die heb ik geëmbost met die embossingmal. Daar ga ik zo direct een nieuw velletje mee doen. Maar deze zit ook nog ergens in de kataloog. Ik weet even niet hoe die heet. Maakt allemaal niet uit, hè. Maar ik ga het eventjes anders doen. Ik ga wel dat techniekje doen met die embos en met de scheuren. En dan natuurlijk wat andere dingetjes erbij. Nou, volgens mij is het een leuk kaartje als je krijgt dat als iemand jarig is. Toch? Ik ga werken met het papier en de stempels van de Seas en de stansen van Season of Chic. En daar ga ik aan het einde nog iets meer over vertellen. Ik had net het inktkussen Battle Pink gepakt. Oh, hieronder. Want ik dacht, deze is de groene versie. Maar dan ga ik nu een roze versie maken. Die heb een beetje te veel in het zonnetje gelegen. Want je kan hem bijna niet meer lezen. Dus ik moet eens eventjes een nieuwe, of even de naam erop zetten. Het was een hele lichte inkt. En wat ik ga doen, is mijn embossingmal met van inkt voorzien. Dan moet je even voelen wat je wil. Wil je het in de holletjes of de bolletjes? Het kan alle twee. Als je het, je moet eventjes voelen op je mouw. Kijk, hier liggen de letters erop. Dus als ik deze ga ininkten, dan zit de inkt vooral op het dikkere gedeelte. Wil je nou juist dat de onderkant kleur heeft? Nou, goedemorgen Hester. Dat dus de lagere gedeeltes, dan moet je die andere kant doen. Kijk, bij deze heb ik het met mijn brush gedaan. Dus dan pak je vooral, maar je pakt eigenlijk alles mee. Doe je de bovenkant. Ik zit even te denken, wat zal ik doen? Ik ga voor het ondergedeelte. Dus ik pak met de kuiltjes, zeg maar. Ach, hoe noem je het? Dan ga ik met mijn inktkussen. Ik hoef niet over de hele breedte, want zo breed is mijn stans niet. Je kan een beetje vegen, een beetje tappen. Dan krijg je wat meer vlekken. Het hoeft niet helemaal egaal. Maar op deze manier breng ik dus inkt aan in mijn embossmal. Als je je papier ook nog heel licht spreidt, dan wordt hij wat poreuzer en pakt hij het geëmboste ook wat mooier op. Maar ja, ik doe dat eventjes, ik zal het even hier doen. Echt op afstand, echt een heel licht spreetje gaat erover. Ik weet niet of er mensen in de groep zijn die wel eens naar de art specialty zijn geweest. Ik weet een aantal zijn er geweest. En ook een aantal die misschien later kijken. Ik wapper hem even schoon. Ik ga eerst even dit afmaken. El, je kan niet alles tegelijk. Dus dan leg ik hem op die op dat geëmboste. En ik heb plaat 1 erin. Altijd even kijken wat je hebt aan platen. En hoe dat bij je machine is. Met de grijs. En dan de dichte kant eerst. Want anders kan je opkrullen en dan sloop je je bal. Dat willen we niet, hè? Kijk, en dan krijg je dus een heel ander effect. Want nu zit hij dus in de onderkant. Zal ik die andere ook nog eventjes doen trouwens? Dat is misschien wel leuk. Kunnen jullie het verschil zien? Dus dit is in de holletjes geïnkt. Je kan natuurlijk nog beter zien als je het gedaan had met dezelfde kleur. Maar toch. Als er nog een beetje inkt op zit, is ook niet zo heel erg. Het zit op de achterkant.
Maar dan zal ik nu ook nog even laten zien dat je, wat voor effect het geeft op de bolle kant. Dus niet op maat gesneden, maar dan komen ze af. Ik spray hem weer eventjes. Nou, ik leg mijn bestandsapparaat. En ik en dan is het dus andersom. Dan zijn dus de diepere delen zijn. Ik ga even hetzelfde leggen. Hè? De diepere delen zit meer kleur in. En het zit natuurlijk ook wel. Nou, dit zijn de bolle gedeeltes. Dus ja, dan is maar de vraag welke je het mooiste vindt. Ik denk dat ze allebei wel wat vindt hebben. Ik vind die ene die heb ik ook misschien wat intenser gekleurd. Die vind ik voor nu wel eventjes het mooiste. En die andere doet het ook natuurlijk fantastisch in allerlei ondergronden. Daar zit een vieze vlek. Laat hem goed drogen. Ja. En bos hem al en maak hem gelijk goed schoon. Kan gewoon met water. Hè? Dus ik kies voor deze. Ik doe je... Ja, dan komt je afgebeeld in spiegelbeeld inderdaad. Anita. Je ziet dat de lettertjes erin, die zijn, en anders zou je natuurlijk deze kant gebruiken. Dus, daarom vind ik deze ook mooier. Nou, die is ondertussen ook gedroogd, dat had ik ook kunnen zeggen. Maar, en dan wil ik dus een vlakje eruit gaan halen, wat ik bij het voorbeeld ook gedaan heb. En dat doe ik even met mijn waterpenseel. Nou vind ik het altijd prettiger als die wat natter is, een pot water heb ik niet. Ja, bij de tweede versie is hij in spiegelbeeld. Ja, klopt. Ik heb mijn spreetje bij de hand, dus ik doe gewoon even op een blok een beetje water. En ik ga eventjes het gedeelte wat ik wil scheuren, ga ik even een beetje nat maken, zodat dat papier wat weker wordt. Je zal het straks ook zien. Ik zal hem dan niet helemaal tot het verste laten. Dat je ziet dat het makkelijker gaat waar je het papier week heb gemaakt. Dit meet ik niet, hè. Als je dat wel wil. Ja. Hier ongeveer ga ik het scheuren. Tot. Kijk, hier is het nog droog. En dan zie je al dat het net even moeilijker gaat. En hier zie je ook. Ik heb er natuurlijk mooi inkt op gedaan nu. Maar het scheurt echt eventjes makkelijker. Dan pak ik een iets duns wat je hebt. Ik had een dun penseeltje bij de hand. En dan rolt het even mooier. En dan rol je dat strookje even op. Het mooiste als het een beetje strak is, dus soms moet je even heen en weren, dat je papier mooi uitkomt. Wil ik hem scheef of recht? Nou, recht. Ik ben al van de rechte, van de scheve, van de asymmetrie. Echt er warm van. Maar deze moet toch wel echt even recht. Dat is mooier. Nou, die laat ik zo. En dan plak ik het even vast. Ik doe even het laatste stukje wat Tombow. Ik had hem even teruggerold. En dan rol ik hem weer strak terug. Ik vind het wel leuk, maar dat is waarschijnlijk door het transport. Hè, is het helemaal plat geworden. Dat het echt even lekker dik een perkamentrolletje is.
Ik had het de laatste, of tenminste laatst stuurde Eefje, mijn dochter, een berichtje. In de horoscoop stond, zij is een weegschaal. Zij is om precies te zijn vandaag jarig, ja. Een weegschaal, ja, dat is natuurlijk ook logisch bij dat sterrenbeeld, die houdt van symmetrie, van in evenwicht. Zo. Nou had ik al een kaartje gesneden, een basiskaart. Dus die komt daar zo op. En ja, ik ga even kijken, want ik heb hier heb ik in de achtergrond gestempeld. Daar kan je dus voor kiezen. En dank jullie wel voor de felicitaties. En, maar ik vond het wel leuk om hierbij dat mooie designpapier te pakken. Ik heb tegenwoordig veel van dat papier. Ik ben even daarin. Zo in zo'n mapje liggen. Dus dan kan ik even kijken welke daar het leukste bij is. Nou, we zitten natuurlijk in die roze tintjes. Is dat spikkeltje leuk? Is niet helemaal mooi, vind ik, qua kleur. Deze vind ik mooier. Maar ik heb natuurlijk maar zo'n stukje nodig. Oh, dit bloemetje is ook wel leuk. Want ik ging met het bloemetje werken. Snippeltje. Ja, ik denk dat ik deze leuk vind. Nou, ik heb maar een klein stukje nodig, want het hoeft er natuurlijk niet helemaal achter. Nog een keertje dat papier terug laten komen. Gaan we het straks nog even over. Gaan we het nog even over hebben? Die kant was nog recht. Ja, dat vind ik wel mooi, die kleurtjes erachter. Oh nee, ik moet natuurlijk eerst. Ik ging kijken of ik dat dan mooi vond om dit wit te laten. Nee. Dus. Oh ja, ja. Zegt nog een weegschaal, denk ik. Klopt, van de weegschalen, ja. Er zat nog een beetje rood in, maar mag ook. Er zit ook wel wat rood-oranje. Moet ze weer eens eventjes allemaal even schoonmaken. Mijn brush zat wat meer rood in, dus nou doe ik hem even met het inktkussen zelf. Kijk, dan hebben we alle kleurtjes door elkaar, helemaal goed. En die... beetje lijm erachter en dan moet ik zorgen dat die goed uitkomt. Zo. Oh ja, zien jullie het? Potverdikkempie, verkeerde mom. Nee, ik vind die leuker. Houston, we've got a problem. Nee hoor, want die kant moest ook lijm op. Zagen jullie het gebeuren en we dachten jullie, wat doet ze nou? Wat doet ze nou? Die. Ook nog even een beetje recht. Soms te veel, hè? En praten en breien. Visjes houden ook van symmetrie, zegt Mar. Ja. Oh, komt goed, Mar. Het was nog een beetje druk. Ik heb nog niet goed gelezen, maar ik ga wat voor je maken. We spreken elkaar, hou. Ik had dus de eerste de verkeerde kant geplakt, maar er mocht toch een tweekanten lijm. Dus geen probleem. Ik plak hem op de achterkant. Op mijn basiskaart. Nou heb ik overal lijm. Dat is dan wel weer eventjes wat minder. Zo. Maar dan is hij nog niet klaar natuurlijk. Hè? Er moet nog een tekstje op. Nou, misschien is hij wel leuk voor Eef.
kunnen we dat doen. In die leuke stempelset, de Season of Chic, zit Wishing You the Best Birthday Ever. Nou, dat is altijd leuk, denk ik. En ik vond het wel leuk om het een beetje te combineren. En dan heb ik altijd in zo'n zakje heb ik altijd nog wel wat bloemetjes en dingetjes liggen. Dan kunnen we er een beetje een klein gezellig feestje van maken. Nee, dat wordt te veel. We doen er nog een paar blaasjes bij. Een paar bloemetjes en blaadjes. Die moet nog kleuren hoor. Ik kan er ook nog zo'n rastertje bij doen. En misschien nog wat van die of zoute lapjes. Daar kunnen we nog wel een patroontje mee maken straks. Ik ga deze nog even kleuren. Nu mag hij wel een beetje rood. Ik doe even mijn blaasje zo over het dingetje. Hij mag wel wat accentjes hebben, vond ik. En dat blaadje mag natuurlijk gewoon groen. Mag er een beetje uitspringen. Dus even de donkere, de evening. Even kijk gewoon wat je hebt, hè. Het ideetje, ik bedoel, het voorbeeldje is met een hondje en een heel ander papiertje. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het ideetje dat je daarmee aan de slag gaat. Soms is het gewoon handig als je even een stukje papier hebt liggen wat net het maatje is. Dan hoef je niet zoveel te knippen. Wishing you the best birthday ever. Oh ja, even over de Art Specially. Gisteren stond het ook op de Facebookgroep en we hadden ook een mailtje gehad. Art Specially was, een heel leuke stempelbeurs die in Nijkerk ieder jaar georganiseerd wordt. Door onder andere Angela en Nout. En ze hebben ervoor gekozen om het volgend jaar niet door te laten gaan. Om allerlei zeer... plausibele redenen, de onzekerheid van de oorlog, de onzekerheid in de financiële situatie. En wil je een beurs organiseren, dan moeten er gewoon veel mensen zijn. En ja, er moet ook gekocht worden. En dat is maar de vraag of dat allemaal bij iedereen zo gaat lukken. En dat de standhouders er ook allemaal zijn. Angela zei het niet dat er gekocht moest worden trouwens, ik moet het wel goed zeggen. Maar dat er voldoende standhouders zijn. Nou, er komen alleen voldoende standhouders, dus natuurlijk vertrouwen hebben dat er... gekocht gaat worden. Ik dacht, misschien ga ik die ook nog wel oprollen. Nee, dat wordt te druk. Dus jammer. Maar, nee, niks maar. Ontzettend jammer. Heel begrijpelijk en ontzettend jammer. We gaan gewoon hopen dat het misschien het jaar erop alles weer normaal is. Dat ze het nog wel willen doen. Het is natuurlijk een mega, mega klus om zoiets te organiseren. Dus respect voor dat ze dat al die jaren wel gedaan hebben. Ik ga gewoon ondertussen dit eventjes een beetje opluiken. Dit is ook een van de stansen die in die, bij die Season of Chic bundel hoort. En ik ga deze eventjes hier op plakken. En dan gaan we daar... wat dimensions achter doen om de boel wat op te hogen en een grote dimensions zijn even op hier denk ik. Nou, dan doe ik even een hoekje, dat wordt me anders te veel geprikkeld. Zo, dus even een dimension erachter, dan maak je even wat ruimte. Ik had ook nog een stukje lint klaar liggen. Ja, alsjeblieft. Ik had natuurlijk toen met het groen gewerkt.
Maar nu is het wel leuk om een klein stukje roze erachter te doen. Gewoon even als... Het wordt wel een lekker zacht, zoet, sappig kaartje. Nou, mensen kan je dus ook nog wat hier eens een beetje loshalen. Een paar bloemetjes erbij. De bloemetjes en de bijtjes. Dat zijn van die leuke open bloemetjes. Dus als ik er dan een dimension achter doe, dan doe ik hem zo gewoon daarachter. Dan zie je die niet. Handig met zo'n puntje, hè? Even met, ik blijf het altijd zeggen, hè? Goed gereedschap. Jo, dat werkt zoveel fijner. Ik wil wel de goede kant om doen. Dat ik er ook onder kan, want daarvoor had ik het zo gedaan. Die daar. En dan kan deze erop. Soms maak je gewoon wat meer bloemetjes. Deze is van een tijdje terug dat we al die bloemetjes gemaakt hebben. Ja, en als je dat dan zo in zo'n zakje bewaart, dan die wordt bewaard, die heeft wat. Plaatje. Hop. En sommigen denken misschien, nou wat is ze nou toch allemaal aan het kwebbelen en aan het frummelen. Ja, maar dat is juist het heerlijke, weet je. Gewoon een beetje spelen, een beetje doen. Ja, ik dacht ik ga dit er nog bij doen, maar dat wordt veel te veel. Dat is that's too much. Dan gaan we wel nog een beetje bling op. Ik doe dit even terug in het zakje. Anders ligt het straks weer overal. Daarin. Dit zijn de zouten lapjes. Als je het crackerdoosje uitstand, hou je die steeds over. En daar kan je dus ontzettend leuke kaarten mee maken. Nou, dan ga ik even in mijn bakje met bling bling kijken. Misschien zijn die roze wel leuk, heel subtiel. Ik heb twee van die dingen en gewoon dat ik er zo van mee werk, dan vind ik dat gewoon handig. Soms mag je jezelf gewoon die luxe gunnen. Ik doe hier er eentje. Daarin. En hier. Vaak in een soort driehoekje. Ik weet niet of we die afstand ook kunnen zien. En nu denk ik, oh, nou, kleintjes zijn toch ook nog wel schattig. Die doe ik er nog eventjes een beetje erbij. Zo. Nou ja, dat was hem eigenlijk. Ja, soms is het gewoon niet moeilijker. Ik probeer tegenwoordig ook trouwens ja, het inderdaad een beetje binnen een half uur te houden. Is het ook weer behapbaar om eventjes terug te kijken. Dus ik zal even de ruimte maken. Want dan wil ik jullie ondertussen nog eventjes meenemen. Ik heb eindelijk weer tijd en moeite genomen om te beginnen met kies voor kleurpakketten. Ik had van de week al eventjes een berichtje in mijn sociale media gezet. En dit was dus het voorbeeld van een collega. Dit was het voorbeeld in de voorbereiding. En deze heb ik vandaag gemaakt. Ja, als je dus nou echt heel erg van deze kleuren en deze, dit papier houdt, het is echt super mooi. Daar ga ik dus een nieuw kies voor kleurpakket van maken. Nou, bij velen natuurlijk bekend. Je krijgt het allemaal in zo'n leuke brievenbusdoos aangeleverd. Mits je niet te veel andere dingen erbij koopt. Dan, hij zit altijd, het kies voor kleurpakket zit hierin. Maar stel dat je er wat anders bij bestelt, soms kan het erbij. Soms moet ik er dan toch een groter pak van maken. Dus daar wordt in aangeleverd. Er zit, even uit mijn hoofd, nou, er zit in ieder geval van het designpapier bij van de Season of Chic. Dus van dit papier waar we hiermee gewerkt hebben. En dan
allerlei andere dingen zitten erbij om minimaal 3 projecten te maken. En zit er extra in, dus je kan altijd meer projecten er mee maken. Ik heb er iets aangepast. Ik heb er 3 opties van gemaakt. Je kan dus kiezen voor het thuisworkshoppakket. Daar kan je dan lekker mee thuis aan de slag. Er zit een beschrijving bij van alle 3 de projecten op papier. Daar kan je dus prima mee aan de slag. Maar je hebt ook toegang tot een online les. Hij is wel iets duurder geworden. Alles wordt duurder. En omdat ik er wat meer materialen ook bij wil doen. Want het is vooral alle materialen wat erin zit. Kost €22,50 zonder verzendkosten, dus het hele pakket. Daar zitten geen stempels of stansen bij. Die kan je er altijd bij bestellen. Dit zijn de stempels van de Season of Chic. Hoeft niet. Je kan het ook met andere stempels doen, maar het is wel een leuke set. En iedere week, soms zijn het ook zelfs wel 2 keer per week, vooral op Instagram. En ik zal een blogbericht weer eens bijwerken waar ik alles in zet. Komen er voorbeelden met deze set voorbij. Heel divers. Dus dat is de eerste variant. Het pakket. Je komt het ophalen of je laat het opsturen. En je gaat er lekker thuis mee aan de slag. Het andere variant is. Die is nieuw. Dat je het pakket bestelt. Maar je komt in het atelier er een workshop mee doen. Of je gaat er in het atelier mee aan de slag. Als je zoiets hebt van. Joh, ik. ik lees al. Stuur me door. Nou, heerlijk. Dit is dus één van de projecten, zeg maar. Maar er zitten. Nee, dit is niet één van de 3 projecten. Maar je ziet dus heel veel voorbeelden ook met deze set voorbij komen. De andere variant is dat je het pakket bestelt, maar dat je in het atelier er dus mee kon werken. Dan kan je dus met mijn stempelset ook werken. Of met je eigen stempels als je die erbij al hebt of bijbesteld hebt. En dat is gewoon ook heel gezellig. Als je zegt, joh, ik kom daar toch niet toe en ik vind het gewoon heel gezellig. Dan is er op zaterdag 5 november 2 uurtjes kan je een workshopje erbij volgen. En dan ga je gewoon net aan het project waar jij mee aan de slag wil gaan. Net wie er is, hoe dat gaat lopen, dat gaan we wel zien. Dat kost €32,50. En misschien heb je zoiets, ja, ik vind die set wel leuk. Ik heb dat papier, ik heb alles. Dus El, ik hoef van jou geen pakket. Maar ik vind het wel leuk om jouw projecten te volgen. Dan, ik vind het woord zo leuk. Dan ga ik weer een masterclass geven. En bij die 2 andere varianten heb je dus ook allebei toegang tot die online uitleg. Maar je kan dus ook voor kiezen dat je dus alleen die online uitleg hebt. En dan krijg je ook de PDF nog wel toegemaild hoor, met de uitleg. En dat kost €7,50. Dus ik dacht leuk, ik maak er een keer 3 varianten van. En de bedoeling is dat er weer strak iedere maand komt er een nieuw pakket. En je hebt tot de 12e om jouw pakket te reserveren. En als je hem reserveert, ik zie het nu toevallig van Ellen. Dus dat is prima. Die heb ik gezien. Maar kijk je dit op een later moment, tag mij erin. Maar ik ga ook straks alles online zetten. Dus kan je hem ook daar bestellen. Tenminste, je kan hem bestellen door mij een mailtje te sturen. Omdat er 3 varianten zijn. Geen idee. Ik zal het vast ook via de webshop op mijn site allemaal kunnen regelen. Dat je het gelijk kan bestellen. Maar dat. Dus ik heb erbij gezet, mail mij en zet dan duidelijk bij optie 1, optie 2 of optie 3. En of je er nog andere spullen bij wil. Ben ik duidelijk? Iets nieuws wat ik ook leuk vind. Ik ben op cursus geweest, heb ik wat dingen geleerd. Snap je? Als je 6, dat gaat nu in. Dus die andere kiesverkleuren hiervoor, die tellen niet mee. Vanaf nu, als je 6 pakketten hebt besteld, dan krijg je van mij een extra verrassingspakketje. En ze hoeven niet aan elkaar vast. Dat had zij wel, collega uit Amerika, iemand superleuk. Dus dan verras ik je met iets extra's bij na je 6e pakket, dus bij je 7e pakket. Ik hoop dat het duidelijk is. Dus belangrijke data voor 12 oktober of uiterlijk 12 oktober een bestellen. Woensdag 2 november gaat alles op de post als het goed is. Vrijdag 4 en zaterdag 5, wanneer het je uitkomt. Hè? Maar dan kan je in ieder geval het ophalen. En de 5e zijn we ook met de workshop dan bezig. En dan maandag 7 is de masterclass die je live kan kijken, maar ook op een ander moment. Nou, ik hoop dat jullie de kaartjes leuk vonden. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie dag.
Superleuk dat je gekeken hebt. Kijk je nou naar mijn ding, filmpje, en ben je nog niet geabonneerd? Of vind je mijn pagina nog niet leuk? Doe dat dan even. De Season of Chic bundle van Stamping Up. Die heb ik gebruikt. En ik blijf klappen. Ja, we gaan kloppen. Superleuk. Ik ga later vandaag de gegevens nog een keertje online zetten. Zo direct, denk ik. Zodat jullie het allemaal rustig kunnen nalezen. Hey, dankjewel. Veel plezier. En ga ermee aan de slag. Lijkt me leuk om te zien wat je gemaakt hebt.